Why explain? I don't know why our lives aren't the same. Things change suddenly, and so it goes. I just wish I could turn. We zijn bezig met een handtekeningactie. We wouden een woningcomité uit de wijk zelf laten kiezen. Deze buurt is een instandhoudingsbuurt. Maar als het zo doorgaat, verdwijnt deze buurt over 10 jaar. En dat moeten wij zien te voorkomen. Dus komt alles 28 november. Nog altijd hangt de 19e eeuw als een walm in de straten van de Pijp. Ooit is de Pijp een nieuwe buurt geweest aan de zuidelijke rand van de stad. Het nieuwe Amsterdam, een Osdorp van vroeger. Dat was een jaar of 75 geleden, toen een ijsje een cent kostte. Het beste is dus door de strijd mee te voeren. En dat moet iedereen in zijn eigen buurt doen. And so it goes. Kleine, gehorige huisjes, lage huren, slecht onderhoud. Typisch de Pijp. Er komt over van dat wij een soort asociale mensen zijn. Dat zijn we helemaal niet. De huisbaas, die zijn asociaal. Mooi is de Pijp nooit geweest. Maar het is wel een echt stuk stad. Er wonen veel mensen dicht op elkaar en het leven ligt er op straat. Ze waren door de hele Safatipark heen. Oh darling, now here we are. With an answer that's not so bizarre. Ook weer de gezelligheid, maar je hebt alle soorten mensen die rondlopen hier. Zonder wel die buitenlandse gasten, Turken, Surinamers. Marokkanen, Spanjolen enzovoort. En je ziet gewoon, die mensen worden gewoon opgenomen gewoon in deze Pijp. En dat ze hier ook kunnen leven. But those days are so far behind. And so it goes. De echte Pijp ligt in Amsterdam en wacht. En niemand weet precies waarop. And so it goes.